De kennis over het proces van menstruatie bij meisjes en vrouwen dient beter belicht te worden. Anno 2024 heerst er over dit onderwerp nog steeds grote onwetendheid. Om een verandering hierin te brengen werd afgelopen zaterdag een cyclustherapie-informatiesessie gehouden door cyclustherapeut Elians Kendo. Cyclustherapie is een benadering die gebruik maakt van natuurlijke cycli en ritmes om inzicht te bieden in persoonlijke groei en welzijn. Deze therapeuten integreren seizoenen, maanfasen en levensfasen in het therapeutisch proces om cliënten te begeleiden naar diepere inzichten en positieve veranderingen. Kendo sprak over een belangrijk element tijdens de menstruatie, wat het gebruik van voedsel betreft. Ze ging vooral in op het eetpatroon dat belangrijk is tijdens de menstruatie. Maar de suikers die wij nu tot ons nemen, de witte suikers, dat zorgt gewoon voor, dat zorgt gewoon voor een disbalans. En dat kan wel degelijk zorgen voor pijnen. Dus meestal zeg ik ook, een week, twee weken voordat je begint te menstrueren, probeer dan te minderen met suiker en zout. Vooral de bewerkte voedsels ook. Probeer daarmee te minderen. En dan mag je me daarna vertellen hoe jij door jouw cyclus bent, jouw menstruatiecyclus bent gelopen. Het zal zeker weten profijt geven als je ervoor zorgt dat jij die producten achterwege laat. Meer groentes eten. Vezels zijn heel erg belangrijk voor het darmstelsel. Probeer ook zoveel mogelijk onbewerkt, onbespoten voedsel te eten. En veel eiwitten eten. Dat zijn dingen die zorgen voor de juiste bouwstoffen voor ons lichaam. De omgeving waarin vrouwen zich begeven leent zich niet altijd voor het tonen van begrip in deze periode. Hierdoor wordt er vaker gegrepen naar het gebruiken van bijvoorbeeld hormoonmedicatie om de pijnen in deze periode te verzachten. Echter kan dit een negatief effect hebben op het lichaam. Het is geen zwakte, het is geen handicap, het is iets wat bij ons hoort en wat de hele maatschappij aangaat. Want je krijgt dan hormonen toegediend die niet herkend worden door het lichaam. Dus het zal misschien wel kunnen helpen tegen bepaalde symptomen die je voelt of ziet, acne als voorbeeld, buikpijnen. Maar het kan dan weer andere symptomen met zich meebrengen omdat er een stof in je lichaam zit dat niet lichaams-eigen is. Aan het eind van de sessie liet Kendo aan een mannelijke participant door middel van een demonstratie met een menstruatieapparaat zien en voelen hoe reëel de menstruatiepijnen zijn. Het ligt in de bedoeling nog meer van zulke sessies te organiseren, zodat de taboe en onwetendheid langzaam maar zeker ophouden te bestaan.